Bas van Soest, normaal gesproken vaste speler van de Alphense Boys, vandaag op de bank zat je. Had dat een bepaalde reden? Ja, ik ben geblesseerd geweest en ik had eigenlijk verwacht dat het nog wat langer zou duren. Ik ben voor de windstop in de wedstrijd tegen Rijnvogels een soort door mijn knie gegaan, verkeerde beweging gemaakt. Daarna was het winterstop, dus het rust gehouden en op trainingskamp nergens last van gehad. En na de wedstrijd bij Minor uit kreeg ik toch weer op diezelfde plek last. Dus een aantal scans en foto's gemaakt en daaruit bleek dat het een botkneuzing was en dat mijn binnenband een tikje heeft gehad, maar gelukkig niks ernstigs. Oké, dus dat betekent dat je binnenkort weer helemaal fit bent om mee te gaan doen? Ja, zeker. Ik had eigenlijk verwacht dat ik vandaag nog niet op de bank zou zitten, maar ik was wel aanwezig. Maar het stond achterin goed, dus het was niet nodig om in te vallen. Goed dan, je werd niet echt gemist, zou je zeggen? Nou, zoals het vandaag stond met Kenneth en Pepijn niet, denk ik. Dus alleen maar goed. Ze hebben in ieder geval de nul gehouden en dat is ook mede te danken aan de keeper natuurlijk. Een heel andere zaak. Je hebt in tussentijd besloten om ook volgend jaar bij Alphense Boys te blijven. Dat heb ik, is mijn informatie. Klopt dat? Ja, klopt. Ik heb afgelopen maandag mijn contract met een jaar verlengd. En ook met het oog op volgend jaar welke spelers erbij gaan komen, denk ik dat we volgend jaar echt een gooi gaan doen om die derde divisie te gaan halen. Dus daar spreek je echt je vertrouwen in uit? Ja. En de jongens die blijven, ik denk dat alle sterkhouders blijven. En met wat de club aan het aantrekken is en wat ze al aangetrokken hebben, denk ik dat het echt volgend jaar een goed elftal wordt. Nou, dat is heel mooi. Want, laat me eerlijk zijn, je bent een van de meest talentvolle spelers bij de selectie van Alphense Boys. Je zou eigenlijk wel wat hoger op kunnen spelen in de derde divisie of tweede divisie, denk ik. Ja, die ambitie heb ik wel. En die heb ik vorig jaar al uitgesproken. En daar wil ik wel naartoe. Maar tot op heden heb ik niks gehoord. Dus dan teken ik gewoon bij. Ik heb het uitstekend naar mijn zin. En wat ik al zei, met het team wat er volgend jaar komt staan, dan zie ik eigenlijk ook geen reden om nu weg te gaan. Nee, dat betekent dus ook het feit, als je gedachten bewaarheid worden volgend seizoen, dat je dan toch in die derde divisie kan gaan spelen. Maar dan met Alphense Boys. Daar gaan we voor. Dus dat, en ik denk dat het, wat ik al zei, dat het gewoon haalbaar is.